Joh, gisteren 13, vandaag 13. Mensen die het niet gezien hebben, die vragen zich af, hoe kan dat? Ja, gisteren was het erg warm en was Klaaskou een beetje slom en niet helemaal lekker fris. Vandaag sprong hij goed en reed gewoon een lijn slecht. En toen vielen ze allemaal? Ja, dat klopt. En goed, op dit niveau dan moet je gewoon heel perfect rijden. En ik kwam een halve meter te groot aan de Oxer en dan heb je maar uit elkaar en dan slecht gereden. Had je dat zien aankomen vooraf? Nee, het is een bewuste keuze gemaakt. Bewust gezegd, we gaan voor de 7 galopsprongen, maar ook maar toch op de tijd. Alleen dan moet je dat bewuster rijden en moet je zorgen dat je daar gewoon dichter aan die sprong komt in die 7. Ik heb die 7 galopsprongen agressiever moeten rijden. Krijg je een beetje mee wat er gebeurt? Want het is echt een gekke wedstrijd. Nee, ik krijg er eerlijk gezegd er niks van mee. Je bent met jezelf bezig en met je teamgenoten. Dus dat nog niet. Nou ja, van medaillekansen naar top 6 handhaving. Het is super spannend. Wat zou je Harry nog meegeven? Harry doet ook die lijn op 7. Dus ik zal nog tegen hem zeggen dat hij dat wat bewuster moet rijden dan ik moet rijden. Uiteindelijk, waar ben je tevreden mee? Met mijn eigen niet, maar je hoopt natuurlijk wel op het teamresultaat dat we nog een medaille meepakken. Maar dat gaat moeilijk worden.